allemaal en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een video waarin ik me gewoon lekker ga opmaken. Want zoals jullie zien heb ik nog geen make-up op. En ik ga lekker kletsen met jullie over alles en nog wat. Want ik heb heel veel met jullie bij te bespreken, bij te praten. Zoals je misschien kan horen heb ik niet echt het beste moment uitgekozen om deze video op te nemen. Want mijn stem is niet helemaal hiervan het. Maar we gaan het toch gewoon doen. Ze zijn hier namelijk in de buurt aan het verbouwen. En dat maakt echt super veel herrie. En vandaag zijn ze dus niet aan het verbouwen. Dus ik dacht, vandaag is de perfecte dag om dit op te nemen. Maar goed, ik hoop dat jullie dat niet heel erg storend vinden. Ik ga allereerst eventjes dit ding in mijn haren doen. Ik ga beginnen met het Garnier Vitamine C serum. Die gebruik ik elke dag. Die vind ik echt mega chill. Het is al lang geleden dat ik zo'n video heb gemaakt. En ik even lekker met jullie ga kletsen. En er is ondertussen ook best wel veel veranderd. Wat jullie wel in mijn vlogs hebben kunnen zien is dat ik nu 2 dagen in de week weer werk bij een kledingwinkel. Wat ik echt super leuk vind. Voor de mensen die me al wat langer volgen, die weten dat ik 1 jaar geleden ongeveer gestopt ben met werken bij Alex. Alex Label, dat was een kledingwinkel. En die zat dus bij mij hier in de stad in Den Haag. Maar het was er altijd gewoon echt super rustig. Ik werkte er 4 dagen in de week. Maar omdat het dus zo rustig was, haalde ik gewoon niet die voldoening uit een dag. Ik had een beetje het gevoel dat ik daar echt voor Jan Lul stond. Al was het team en iedereen wel echt super leuk en super gezellig. Maar ja, uiteindelijk kom je daar niet per se voor. Dus ongeveer 1 jaar geleden ben ik daar gestopt. Deze is trouwens echt bijna op. Maar ik heb dus laatst bij Look Fantastic weer een nieuw besteld. Maar ik moet deze wel eerst eventjes opmaken. Toen ben ik voor 1 halfjaartje ergens als ZZP'er gaan werken voor social media beheer. Alleen daar zat ik toch niet helemaal op mijn plek. We werkten gewoon met alleen maar mannen. En dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik merkte gewoon dat ik misschien toch iets anders dacht dan hun. En er anders naar keek. En nu werk ik dus 2 dagen in de week bij Mas. Dat is een kledingwinkel in de Lier. En dat is dus van Mas en Lex samen. Dat zijn moeder en dochter. En Lexie die kende ik ook al wat langer. En ik kwam sowieso vaker in bij Mas en kocht er wel vaker dingen. En eigenlijk was het heel toevallig. Want ik kwam dus met Lexie op het gesprek van nou, dat ik iets zocht voor een paar dagen in de week. En dat zij nog iemand zochten voor een paar dagen in de week. Dus eigenlijk is dat zo een beetje vanzelf gaan rollen. En ik heb daar echt super erg naar mijn zin. We hebben binnenkort ook een fashion dinner show. Dus dat zijn we nu ook helemaal mee bezig om dat te organiseren. Wat ik echt heel erg leuk vind. En het is gewoon echt een heel erg gezellig team. Ik zit er lekker op mijn plek. Dus ja, daar ben ik heel erg blij mee. En dat doe ik dus voor 2 dagen in de week. En die andere dagen hou ik me gewoon nog lekker bezig met social media. En dan is er een andere grote verandering wat er gaat plaatsvinden binnenkort. Ik krijg best wel vaak in mijn DM en onder mijn video's de vraag van woon je niet meer bij Dagmar? Woon je daar niet meer? Nou, zoals jullie aan de achtergrond kunnen zien woon ik hier nog wel. Maar niet voor heel lang meer. Ik ga namelijk terug verhuizen naar mijn vader. En sorry voor alle mensen die op Juice zitten te wachten. Dat is er niet. Dag en ik hebben totaal geen ruzie. We hebben het ook heel goed besproken met elkaar. Maar we wonen hier nu al bijna 4 jaar. En in die 4 jaar heb ik het echt super leuk gehad. Super naar mijn zin gehad. En had dit ook echt niet willen missen. Voor de mensen die het niet weten. Dagmar en ik, een van mijn beste vriendinnen, die wonen al bijna 4 jaar samen op onszelf. In een huurwoning. Maar ik heb nu dus besloten om terug te gaan wonen bij mijn vader. En dat is zoals ik zei helemaal niet omdat we ruzie hebben of dat er wat speelt. Maar we wonen gewoon nu 4 jaar samen. En soms zijn sommige dingen op een gegeven moment gewoon een beetje op of aan het einde. En ik ga terug naar mijn vader. En ondertussen gaan Stan en ik rustig aan kijken of wij misschien iets met z'n tweeën kunnen vinden. Ik merk echt aan mezelf make-up doen en praten tegelijk ben ik niet heel goed in. Maar als jullie deze video zien is het dus 2 oktober. En oktober gaat ook mijn laatste maand zijn dat ik hier in dit huis woon. En zoals ik zei, we hebben helemaal geen ruzie. We hebben het er goed over gehad samen. We zijn het er beide over eens. En we willen ook heel erg graag gewoon nog van die vaste dagen blijven hebben. Dat we bijvoorbeeld zeggen van nou, om de maandag kom ik hierheen. En dan gaan we gezellig samen avond eten. Gewoon dat soort dingetjes. En het is gewoon echt goed besproken. We zijn het er allebei over eens. We hebben hier 4 jaar gewoond. En we zeiden ook tegen elkaar. Er zijn stellen die samenwonen die het minder lang volhouden. Dus en wat ik zei, we hebben dus echt totaal geen ruzie. Dus iedereen die ook in de vlog zei van zie je Dagmar nog wel, want ze komt niet meer in de vlogs. Heeft totaal niet te maken met een ruzie of iets. Maar ook Dagmar die heeft natuurlijk gewoon haar eigen leven en haar eigen privacy. En zij is ook bezig met een studie waarbij je niet altijd alles maar op social media kan zetten. Dus dat was eigenlijk een beetje de reden dat ze wat minder in de vlogs kwam. Maar dat was niet dat ik hier niet meer woonde, dat we ruzie hadden. We hebben nog steeds geen ruzie. Maar gaat wel oktober hier mijn laatste maand zijn. Sorry, ik vind mijn stem zelf echt zo irritant. Maar
Ik wil gewoon deze video opnemen. En zoals ik zei, deze video zien jullie op 2 oktober. Dus dat betekent dat ik ook al bezig ben met wat spullen in te pakken. Ik heb van de week eigenlijk zo goed als bijna alle zomerkleding ingepakt. En in vuilniszakken gedaan en in koffers gedaan. Dus dat wil ik morgen na mijn werk eigenlijk eventjes bij mijn vader gaan zetten. Want zoals ik zei, ga ik dus weer tijdelijk bij mijn vader wonen. In mijn oude kamertje waar al deze vlogs begonnen. Maar daar staan nu wel nog allemaal spullen. Dus dat moeten we ook nog eventjes gaan leeghalen. En dat wil ik eigenlijk gewoon een beetje geleidelijk gaan doen. Eigenlijk gewoon elke week wat. En dan de laatste dag zeg maar gewoon alle grote meubels. Zoals de kasten in mijn kamer en mijn bed. En dingen die niet in mijn auto passen zeg maar. Dus dat is eigenlijk een van de grootste veranderingen op dit moment in mijn leven. En waar ik ook best wel mee bezig ben in mijn hoofd. Van dan en dan moet ik dat inpakken. Dan en dan ga ik weg. En ik ga natuurlijk naar mijn vader, wat super fijn is. Wat ik ook echt niet erg vind. En ik weet ook dat het maar tijdelijk is. Omdat Stan en ik allebei het wel heel erg leuk zouden vinden om samen een huisje te vinden. Maar goed, ik weet niet of jullie weten hoe de huizenmarkt er tegenwoordig aan toe is. Maar ja, dat kan zomaar nog wel eventjes duren. En duren voordat er iets voorbij zien komen waarvan we denken, ja, dit is echt leuk. Ja, ook daar zit niet te veel haast achter. Het is natuurlijk een huis kopen is gewoon echt super veel geld. Want we zouden wel heel graag een huis willen kopen in plaats van huren. En sommige mensen die vast zullen denken, vind je het dan niet erg om weer bij je vader te gaan wonen? Want je hebt 4 jaar op jezelf gewoond. Nee, ik vind dat niet heel erg. Mijn vader die werkt gewoon veel. Dus die zou ook niet elke seconde van de dag thuis zijn. En mijn broertje is de ene week bij mijn moeder, andere week bij mijn vader. Dus dan zie ik mijn broertje ook weer wat meer. Want die zie ik dan gewoon om de week elke dag. Dus eigenlijk alleen maar gezellig. En voor de mensen die zich misschien afvragen, misschien vraagt wel niemand het zich af, waarom ik bij mijn moeder ga wonen, maar wel bij mijn vader? Omdat gewoon al mijn spullen niet in het kamertje bij mijn moeder passen. En de kamer bij mijn vader is gewoon de kamer van het oude huis. Dus daar past gewoon al mijn spullen in. Ik denk dat bij mijn moeder net aan mijn bed in dat kamertje past. Dus dat is gewoon niet echt heel handig. En ik ben bijna 25, dus ik ga ook niet meer heen en weer verhuizen. Het lijkt me heel erg leuk om een soort van verhuisvlogs te maken. Maar goed, ik ga natuurlijk niet echt verhuizen. Ik ga meer gewoon mijn spullen van de ene naar de andere kamer weer verplaatsen. Dus misschien is het voor een YouTube video niet heel erg leuk. Maar ik dacht misschien is het wel heel erg leuk voor TikTok om jullie daar mee te nemen. En daar een beetje soort van verhuisvlogjes van te maken. En hopelijk komen er dan binnenkort of over een tijdje of over een jaar. Ik weet niet wanneer het gaat zijn. Ook echte verhuisvlogs aan. Als Stan en ik lekker samen ons plekje hebben gevonden. En echt ons hele huisje kunnen maken zoals wij hem willen. Daar kijk ik ook wel echt naar uit. Het lijkt me echt zo gezellig. Maar goed, wat ik zei, je weet niet wat de huizenmarkt doet. En hoe lang alles nog gaat duren. Dus dat kan binnen een paar maanden zijn. Maar dat kan ook nog 5 jaar duren. Dus daar ga ik nog niks over uitlaten wanneer die video's online komen. Maar dat zullen jullie ook allemaal vanzelf wel snel zien. Mijn make-up is eigenlijk al klaar. Ik weet niet hoe lang deze video is geworden. Ik weet niet. Volgens mij was het ook een beetje van hak op de tak. Mijn stem werkte ook niet echt mee om daar een kloppend verhaal van te maken. Maar goed, het komt er dus gewoon op neer dat ik hier wegga. Komende maand weer terug naar mijn vader. Voor tijdelijk. Dag maar, ik heb geen ruzie. We zijn goed. We hebben het er goed over gehad samen. En we zijn het er gewoon samen over eens dat, ja, we wonen gewoon al 4 jaar samen. En soms is het gewoon weer tijd voor verandering. Dus dat is iets wat nu gewoon gaat gebeuren. En waar ik heel erg benieuwd naar ben hoe het komende jaar in elkaar gaat steken of eruit gaat zien. Maar daar ga ik jullie natuurlijk ook gewoon in mijn weekvlogs van op de hoogte houden. Misschien was dit een iets kortere Get Ready With Me video en kletsvideo. Maar ik hoop dat jullie het toch alsnog leuk vonden. En ik wilde dit gewoon eventjes met jullie delen. Dat ik hier dus weg ga. En dat jullie dat dus ook wel in de weekvlogs gaan zien. In de weekvlog zal ik het natuurlijk gewoon meenemen. Maar ik ga daar geen aparte verhuisvlog van maken. Maar misschien is dat wel leuk om dat via TikTok te doen. Dus laat het zeker eventjes weten. Afgelopen zondag heb ik alvast de weekvlog online gezet. Zodat jullie een soort van extra video deze week hadden. Volgende week woensdag is er weer gewoon een normale weekvlog online. Dus ik hoop dat jullie dat heel erg leuk vinden. En dan zien jullie me in de volgende.